Welkom in Content V. 3 dagen geleden had ik koning Julian ontvoerd en opgesloten in de hoogste toren van mijn koninkrijk. Vandaag liep ik lekker over de markt om wat eten te halen voor Julian. Maar toen ik boven kwam, kon ik mijn ogen niet geloven. Het raam was kapotgeslagen, het was 1 grote bende en er is een geheime ontsnappingsroute voor hem gemaakt. Koning Julian is officieel ontsnapt uit mijn koninkrijk en ik ben bang dat hij wraak gaat nemen. Ik hoorde dat als we geen 6000 likes halen op deze video, hij terugkeert en alles op zal blazen. Jongens, hij is ontsnapt. En dat is best wel een groot probleem. Ik sta hier boven in de toren zoals je in de intro hebt kunnen zien. En het alles hier is nog intact. De deur werkt nog. Maar het is zo'n grote bende hier. Ik heb echt geen idee wat er allemaal gebeurd is. Hoe er überhaupt grind boven is gekomen. Maar Julian is verdwenen. Er is hier een heel pad naar beneden gemaakt. Helemaal daarheen. En dat pad loopt volgens mij, als ik het zo moet volgen. Kijk, dat loopt helemaal hierheen. En is hier ook ergens een ladder. Ja, kijk hier, daar beneden. Zie je? En het ding wat mij dat doet beseffen is, iemand heeft hem helpen laten ontsnappen. Want dit had hij allemaal niet bij zich, hoor. En hij kon echt niet dat glas breken en dan zo die ladders naar beneden plaatsen. Iemand heeft dit gedaan. Laten we even kijken, want volgens mij, ja, ik wist het. Ik wist dat er een dagboek was. Net voordat ik de server in kwam, toen ging ik ook al even spieken wat hier allemaal gebeurd was. Dus ik schrok me helemaal kapot. Alleen, ik heb het nog niet gelezen. Wacht, Mike doet het niet. Hahaha. Oh. Oké. Ik dacht dat het een dagboek was. Maar het is, wacht, Mike doet het niet. Ah, ah. Dus dit is alleen maar bewijs dat hier iemand is geweest om hem te helpen. Laat ik het even schoonmaken hier. Wat is dit? Even schoonmaken. Want dit slaat helemaal nergens op wat hier allemaal gebeurd is. Even een beetje de grote opruimsessie doen. Oh my days, wat een rommeltje. Echt waar. Ik weet niet eens meer hoe het eruit zag allemaal, dit interieur. Nou, ik heb het even tijdelijk zo gedaan, jongens, allemaal. Klopt er echt nog geen reet van. Maar voor nu is het even prima. Trouwens, dit zat hier ook allemaal niet op de muur. Nou, oké, prima. Ik laat het voor nu wel even zo. Waar hij naartoe is ontsnapt, dat is voor mij ook een mysterie. Zo, we hebben die hele ontsnapping weggehaald. Maar ik ben nu wel bang, jongens, dat hij wraak wil komen nemen. En ik ben alleen. Zoals je ziet ben ik ook alleen online. En ik ben zo bang. Goedemiddag, meneer Geel. En mevrouw Roze daar. Hoe bevalt het leven hier in Kingdom? Zitten jullie vast of zo? Wat zijn jullie aan het doen? Maar de problemen van koning Julian even aan de kant schuiven, jongens. Want ik heb goed nieuws. Heel goed nieuws. René, die heeft hier het dierenverblijf afgemaakt. En het ziet er heel leuk uit. Ik vind het er echt gezellig uitzien. Allemaal leuke dingetjes hier met kisten. Waardoor we mogelijk dus alles wat gerelateerd is aan de dieren kunnen opslaan. Een leuk buitenverblijf. Maar ook gewoon een klein leuk grotje hier binnen. Met allemaal kleine nestjes op de grond. Waar volgens mij de diertjes kunnen slapen als ze willen, zoals dit. Dus dat is serieus wel echt heel leuk gedaan. De muur die loopt mooi bijna helemaal goed af. Alleen dat blokje daar, voor de rest loopt hij gewoon precies goed af. Dus laten wij de dieren even ophalen. Oh, trouwens. Volgens mij zijn we een... En een firework. Oeh, dat is bijna op. Dit moet ik trouwens nog even opbergen. Dit zijn de blokken van de ontsnapping. Laten wij onze lieve diertjes even ophalen allemaal. Nou, jongens. Ik ga jullie losmaken. Niet wegrennen. Beloof het me. Oké, Bassie, Klodder, Dikkie Dik, Toeter, Potlood, Dikkie Dik, Jopie. Kunnen jullie meekomen, ondanks dat jullie zitten? Ik denk het niet, hè? Nee, dat werkt niet. Als ik dit doe en die katten erin doen, dan gaan ze staan. Ik kan ze namelijk niet zomaar laten staan zoals dit. Dat is heel, heel gebukt. Kijk, als die katten erin douw, hier, dan gaan ze staan ineens. En dan nu weer de boot weghalen zonder de katten te slaan. Ja. Oh god, dan gaan ze weer zitten, dat meen je. Ze maken het veel te momoeilijk, jongens. Ik heb visjes nodig. Oké, ik heb 6 raw cod. Dat had Frank nog in zijn kist liggen, dus dat scheelt heel veel. Dankjewel, Frank de Fisherman. Oké, jij staat... Sta op. Goed zo. Jij... Oh, jij staat al. Jij staat op. Goed zo. En jij staat op. Goed zo. Maar je blijft wel in de buurt. Oh mijn god, nee. Ik heb geen rekening gehouden met dat ze dan dat gaan doen. Nee. Jongens, er is een babykatje ontstaan. Het was niet mijn bedoeling, maar hij is wel heel schattig. Ik was vergeten dat als je met vissen natuurlijk aan katten gaat, met katten gaat kutten, dat ze dan, ja, dit creëren. Je bent een kleine Toeter. Toeter, waar ben je? Dat is jouw kind. Hij rent weg. Maak kennis met je kind. Kom maar. Kom maar, kleine Toeter. Kijk, kijk, kijk. Hoe gaan we het noemen, jongens? Hallo, kleine Toeter. Ik vind hem wel heel schattig, moet ik zeggen. Maar we gaan wel gelijk aanlijnen. Oh, hij is wel echt heel cute. Kijk nou hoe klein hij is. Oké, maar zitten jullie nou? Ja, jij, kijk, jij bent ook aan het lopen. Bassie is ook aan het lopen nu. Uh-oh, iedereen is los. Iedereen is... Oh, nee. Oh, nee, terugkomen. Kleine Toeter, terugkomen. Nee, terugkomen. Oké, ik ga eerst gewoon jullie vervoeren. Prima, kom maar mee met z'n allen. Gezellig. Dit ziet er wel heel leuk uit. Volgens mij is het aanlijnen nou trouwens niet eens nodig. Volgens mij volgen ze me gewoon. Oké, alleen Dikkie Dik moet nog staan. Dik, oh my days, je hebt hem opgegeten, maar je gaat ook gewoon niet staan. Oké, laten we die kant op gaan, want het is goed, dus teleporteren ze gewoon achter me aan. Als ik dat goed heb. Kom maar, katten, kom maar. Ja, Potlood, Toeter, Kleine Toeter en Bassie. Welkom in jullie nieuwe verblijf. Er zijn alleen nog geen hekjes om jullie even aan vast te lijnen. Jij vindt het wel helemaal geweldig, Jopie.
Oké, okay, weet je, voor nu lijn ik jullie gewoon even vast hieraan. Zo, waar is kleine toeter? Oh, daar is kleine toeter. Kom maar. Zo. Ga de rest halen, tot zo. Oké, deze dikkie dik en klodder. Dit zijn twee hele andere soort dieren. Samen met de panden. Dus ik moet even een andere plek voor hun hebben. Ik denk dat ik hun namelijk niet bij het huisdierenverblijf wil, maar meer bij het vee. Zodat ook huisdieren zijn. Nou, trouwens, het zijn ook huisdieren, hè, jongens. Dit. Dikkie dik en klodder. Ja, trouwens, dit zijn huisdieren. Oké, jongens, pas op voor de fall damage. Oh, sorry. Hey, klodder. Maak kennis met Stip. Dit is een voorvader van je. Dit is je overgrootopa. Oké, kom maar mee, kom maar mee. Kom binnen vooral. Wees wel. Niet met z'n tweeën door één deur. Goed zo. En nu jij, klodder. Goed zo. Ik zet jullie even hier aan vast. Nou, dikkie dik, meekomen. Je bent de laatste. Hey, daar hebben we hem. Als jij nou eens gewoon hier aan vast gaat. Zo. Nu moeten jullie eigenlijk allemaal even zitten. Oftewel, potlood gaan zitten. Nee. Doe niet. Ik wil niet nog een kitten. Stop. Oké, er gebeurt niks. Oké, niks aan de hand. Ik dacht dat ze elkaar even gingen kennis maken. Jij vieze patsen dat je bent, Dikkie Dik. Ga zitten, potlood. Goed zo. Dikkie Dik, zit. Zit. Oh, waarom luisteren ze nou niet? Weet je, het zal wel. Blijf maar lekker staan. Die panda laat ik overigens gewoon rondlopen, jongens. Ik heb geen zin om die panda helemaal daarheen te slepen. Dat gaat veel te lang duren. Dus wat mij betreft blijft hij lekker rondlopen door het dorp. Als een soort nieuwe dorpsgek. Ik zit te twijfelen, jongens, om vandaag weer een beetje progressie te maken aan mijn kasteel. Maar ik heb er afgelopen 3 afleveringen al aan gewerkt. En ik weet niet of jullie het leuk vinden als ik er nog een keer aan zou werken. Dus wie weet komt er deze aflevering nog. Maar laat sowieso even weten in de reacties of jullie een beetje de afwisseling leuk vinden. Als jullie zeggen, nee, Max, bouw gewoon het hele project in één keer af en dit, dat. En ga dan pas door aan het volgende. Want er moet ook nog veel met het dorp gedaan worden hier. En weet ik wat, er moet nog best wel wat gedaan worden. Dus laat het vooral eventjes weten, jongens. Maar wat nu tijd voor is, is om de Barry. Al Barry zijn vermissingsposters. Die moet ik even, ik weet niet waar ik ze allemaal heb opgehangen. Die moet ik even zoeken en allemaal weghalen. Barry is inmiddels natuurlijk niet meer vermist, gelukkig. Maar ik weet dat ik volgens mij op plein daar bijvoorbeeld had ik er ook nog één. Dus Willy de dorpsgek. Hier hing Barry, maar die is ook al weggehaald. Dan weet ik dat daar nog eentje staat. Hier, bij de dinges. Wacht even, wat is dat? Deze moet sowieso weg. Oh, dat was het inderdaad. Deze kon je niet weghalen, want hier bij de poort is alles gebukt, jongens. Kijk, hier kan ik ook geen blokken plaatsen. Dat is heel raar. Ik mag gewoon niks doen hier, sorry. Maar er staat hier wel een barrel met... Oh, meestal is er een barrel of een kist staan met toortjes eromheen trouwens. Ja, het is eindelijk weer zover. Dat betekent dat we meestal weer een dier of een villager of iets terugkrijgen. De onbekende is wedergekeerd. Dit keer met nog een vraag. Niet zomaar één, nee. Oh jongens, het is weer zover. Eindelijk een vraag die jouw kijkers goed moeten hebben, want anders zal Willy sterven. Het gaat om Willy. Dit vind ik wel eng. In welke aflevering en van wie kreeg Max Willy? Oh mijn god, jongens. Ik weet van wie. Ik weet precies van wie. Ik ga het niet zeggen, want jullie moeten het goed hebben. Want telt het denk ik niet welke aflevering het is. Geen idee. Maar alsjeblieft. Het weer is verdrietig. Ik ben verdrietig. Reageer even in de reacties. Van wie heb ik Willy gehad? Want ik kreeg Willy namelijk van iemand, jongens. Ik geef de enige tip die ik geef. Het was in dit huis. In dit huis heeft Willy heel lang gestaan voordat hij überhaupt Willy heette. En in welke aflevering was het? Laat het even weten in de reacties. Maar er stond meer bij. Ik wil onder de video het goede antwoord zien. Anders weten jullie wat er gaat gebeuren. Als jullie deze vraag goed hebben, zal Willy teruggebracht worden. Jongens, alsjeblieft. Ik smeek het jullie. Alsjeblieft. Heb hem goed. PS, spijtig dat koning Julian is ontsnapt, hè? Oh, het is één groot complot. Ik wist het. Het is één groot complot. Jongens, er zijn meerdere mensen betrokken bij dit. Of dit is Julian die dat zelf weer een brief had. Hij is ontsnapt. En het eerste wat er gebeurt is gelijk weer... dit. Julian zat vast, ten eerste. Toen hebben we niks gehoord over de verdwijningen. Ik ga deze even tekenen. Willy vermist. Oh, ik hoop echt dat we hem terugkrijgen. Ik hoop serieus echt dat we hem terugkrijgen. Barry hebben we ook op deze manier teruggekregen. Stip ook. Ik weet nou niet wie dit doet, maar dit maakt Julian alleen maar nog meer verdacht. Weet je wat? Ik ga ook gewoon even zijn tent daar in de verte, die daar staat. Ik ga hem even onderzoeken. Kijken of we iets vinden. Oké, jongens, we zijn aangekomen. En ik ben bang dat hij alles al heeft... Ja, hij heeft alles al meegenomen. Maar heeft hij ook niet geheime dingen ergens onder zitten? Volgens mij is... Nee, hierachter niks. Zijn toilet is wel weg. Dat vind ik wel gek. Dit zag er niet eerst zo uit. Zou die hier terug zijn geweest? Het vuur staat wel nog aan. Die zou ik wel voor hem uitzetten, zo. Zit niks onder hier. Stiekem, toch verstopt. Nee. Oké, dus zover kan ik niks spotten, jongens, hier. Ik wil wel heel graag weten waar die is. En waar Willy is. Zolang ze Willy maar niks aandoen. En dan toch, jongens, kom ik bij het kasteel terug. Ik zei dat ik het misschien niet wilde doen deze aflevering. Maar ik heb gewoon heel veel zin om hier aan verder te bouwen. Julian die heeft speciaal voor mij, vlak voor zijn ontsnapping, nog heel wat steen kunnen hakken. Dus daar ben ik heel blij mee. Een cobblestone.
persoon hebben we ook nog. Dus ik denk dat het tijd is om dit gedeelte te maken. Ik heb geen idee waar ik hiermee heen wil. Ik heb echt absoluut... Kijk, tot nu toe heb ik bij overal wel een idee. Maar dit hok hier, ik weet wat ik erin wil maken. Maar ik heb geen idee hoe ik dit aan de buitenkant wil hebben. En het dak daar moet nog gedaan worden. Daar is nog een leeg vlak. Oh, er is nog zoveel werk te doen. Maar goed, dus wat ik al zei, laat zeker even weten of jullie het erg vinden... als ik bijvoorbeeld 4 afleveringen achter elkaar hetzelfde project heb. Laat me weten hoe jij dat chills vindt. Maar voor nu laat ik de laatste buitenkant zien maken. Die aansluiting daar, hopelijk dat. En dat dan gewoon eigenlijk de buitenkant zo goed als klaar. Ja, dat we kunnen zeggen dat het klaar is. Dus veel plezier in 3, 2, 1. Oh! Jongens, ik moet deze timelapse even onderbreken. We zijn overigens ook weer in een nieuwe ruimte waar mijn camera lekker onstabiel is. Als ik zo doe... Dan beweegt alles heen en weer. Maar goed, ik heb heel wat gedaan. Maar in principe ook weer niet heel wat. Maar ik hoor in één keer... En dat is meestal de aanvalstoeter van... aanvalshoren van als mensen mijn stad aanvallen. Dus laten we even kijken wie het is. Eén bij één van de twee poorten. En ik denk dat ik het al weet. Ik denk dat dit gewoon Julian is die hier aanwezig is. Maar laten we eerst even spieken. Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Ik wist het. Daar is hij. Hij keert terug! Julian, keert terug! Oké, jongens, laten we kijken wat hij wil. Hij heeft zieke armor aan. Ja, ik kom eraan, ik kom eraan, ik kom eraan. Ja, 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 hallo. Ik ben er al. Rustig aan. Hallo. Hallo. Wat doe jij hier? Jij bent ontsnapt. Ga weg. Ja, ik ben eruit. Blijf dan ook weg. Mijn vrienden hebben mij bevrijd, dus. Ja, vrienden. Je zei dat jij helemaal in je eentje achter was gelaten. Maar er zijn nog andere mensen die ik ken. Hé, hey, maar oké, leuk dat je bent ontsnapt. Cool, leuke flex, maar wat kom je hier doen? Ik kom dit rijk overnemen. Dit is allemaal voor mij. In je eentje? Ja. Weet je zeker? Je hebt ook echt een paard. Hoe kom je ineens aan een paard, joh? Ja, dit is hond. Dit is hond? Hond? Ja. Eet je serieus? We gaan stappen zelf. Ja, dit is hond. Waarom weet je een paard hond? Ja, weet ik niet. Het leek wel een beetje op een hond, dus... Ik ga niet akkoord. Met dat niet, en niet met het feit, jij gaat dit echt niet overnemen. Absoluut niet. Je hebt het al eerder geprobeerd, met heel veel mensen, maar het gaat je echt niet nog een keer lukken. Maar het gaat maar wel lukken. Ik heb nog andere mensen die ik zie helemaal niemand hoor. Ik zie helemaal niemand hier. Ik geloof er echt helemaal niks van. Letterlijk. Ja, dan geloof je het maar niet, hè. Ja, maar weet je... ik kom wel. Anders ga jij nu hier, pak je paard, hier heb je je lead weer. Stap op en hoepel gewoon een eind op, joh. Echt, nee, ik hoef je echt niet meer te zien hier. Het is klaar met jou. Neem je om, nee. Dit was alvast een waarschuwing. Ik kom terug. Een waarschuwing dat je terugkomt. Ja. En hoe lang heb ik? 2 dagen. 2 dagen. Gast, ik geloof er echt gereed van. Weet je, ik ga gewoon lekker mijn leven hier verder voortzetten. En ik zie je waarschijnlijk nooit meer terug. Ik denk dat jij weer nu met gewoon... een leger. Ik geloof er helemaal niks van. Ik zou je maar voorbereiden. Oké, is goed. Joejoe. Oké, jongens. Ik geloofde er helemaal niks van. Hij is al een keer eerder teruggekomen met echt een stuk of 50 man. Nou, toen is hij gevat. Jezus, dit is gewoon nog steeds... Het is gewoon nog meer ingestort. Ik kan er niet eens meer inkijken. Maar wat ik wilde zeggen... Hij is wel eens eerder teruggekomen met 50 man. En toen is hij gefaald met zijn taak om mijn kingdom over te nemen. Nou, mijn kingdom is natuurlijk nu gegroeid. Het is groter. Ik denk niet dat hij terugkomt binnen 2 dagen met ineens een heel leger, joh. Hij zei dat hij helemaal weggestuurd was van zijn leger. Hij sliep in een tent en weet ik voor wat allemaal. Het zag er allemaal best wel deprimerend uit. Maar goed, laat even in de reacties weten, jongens. Geloven jullie het? Moet ik me gaan voorbereiden? Moet ik ook een leger bij elkaar gaan rapen? Ik weet het niet. Ah! Jezus! Frederik, jongen! Hij is zo snel! Ligt het aan mij, jongens, of is hij zo snel? Hij was vorige keer... Dat komt door dat stinkgeheime lab van hem. Ik schrik me helemaal kapot, joh, die Frederik. Misschien weet hij trouwens wel wat van de vermissingen af. Of van de vermissingen, wat zeg ik nou? Van de ontsnapping van Julian af. We gaan het even vragen. We gaan het even aan hem vragen, jongens. Hij was net hier. Ik ga aanbellen gewoon. Hij heeft niet een deurbel, dan klop ik maar aan. Klop, klop. Ah! Jezus, ouwe! Ik schrik me helemaal kapot. Goeiedag. Frederik, jongen. Ik zag dat mijn facecam even was vastgelopen. Maar we zijn er weer. Frederik, ik weet dat je... Waarom laat je me zo schrikken? Ja, weet ik ook niet. Hé, heb je snor al gevonden? Nee. Okay. Nog steeds niet. Mag ik vragen waarom jij... Nee, ik heb niks gedaan. Waarom ben jij zo snel? Ik ben niet snel. Je bent heel snel. Ren eens heen en weer. Vandaar naar hier. Hoe ben je nou in één keer weer... Weet je, het zal wel.
Frederik, Julian, Jultemax, die is ontsnapt. En ik denk dat jij er wat mee te maken hebt. Ik ga het ook gewoon eerlijk toegeven. Heb jij er wat mee te maken met de ontsnapping van Julian? Hij stond net voor de deur. Ik was bezig. Met wat? Privé. Privé, oké. Okay. Hé, hoe is het met je huisje hier? Ja, prima. Ja? Ja. Yes. Marsnoor nog niet gevonden? Nee, maar kijk. De vensterbank ligt los. Ja, dat kan. Moet ik hem even terugzetten voor je? Of? Ja, doe maar. Oké, okay, nou kijk, 1 en 2, hoppa. Nou top, niks gebeurd. Niks gebeurd, niks er al. Goed, nou snor nog. Ja, nu moet je snor nog vinden. Eetje, ga een nieuwe snor voor je halen, is dat goed? Dit is mijn snor. Nee, ik ga de snor voor je halen, oké? Okay? Wat was dat? Wat? Wat hoorde ik? Ben druk. Weet je, kom terug, waarom ben je zo snel? Ik ga snor voor je zoeken, ik ben binnen nu in no time terug, doei. Oké, jongens, laten wij even een fishing rod pakken met daarbij een worteltje. Dus dan hebben wij nodig strings, die heb ik niet. Oh, maar ik kan naar Frank de Fisherman, maar die heeft fishing rods voor me natuurlijk. En een worteltje, ja, wortel heb ik sowieso al hier. Kijk, daar hebben we er genoeg van. Kijk, dan gaan we hier naar onze lieve vriend Frank. En daar hebben wij fishing rods. Alleen dan moet ik hem even de enchantment eraf halen. En dat kan volgens mij op een... Welke tafel kan het ook? Hier ergens bij de blacksmith. Disenchant, hier hè? Ja, kijk. Heb je de enchantment eraf. Dan bij de eerste beste crafting table die je kan vinden. Barry, heb jij gewoon geen crafting table hier? Wat teleurstellend, weet je? Ik geef je er gewoon eentje, alsjeblieft. Daar maken we een... Huh? Ik dacht dat dit zo ging. Dat je dit gewoon moest combineren of... Huh? Hoe maak je dat dan? Huh? Waarom staat hij er niet tussen? Ik heb toch een fishing rod en een carrot? Hier, 1, 2... Ik ben echt gek. Ik word echt gek, bedoel ik. Het zal wel, we hebben hem. Laten we snel even een nieuwe snor halen voor Frederik. Want dat vind ik wel een beetje lullig hoe dit gaat. Auw! Wie zet hier dan ook een stomme paal? Oké, ik weet dat die dingen graag in de lava zwemmen. Ja, kijk, hier heb je er al meerdere. Ik moet oppassen. Oké, kijk, daar heb je er al 2. Nou, we kunnen daar eentje van pakken. En dat is ook redelijk dicht bij portals, zoals je daar kan zien. Kijk, dit is wel een eng taakje. Ik weet niet hoe Frederik dit zelf gedaan heeft, maar we gaan ook ons best doen. Oh mijn god, ik ben een zadel vergeten, dat meen je. Nee! We hebben een zadel en we hebben ook gelijk even wat netherrack erbij gehaald. Ik ga jullie zo meteen ook even laten zien wat ik gebouwd heb hier bij het kasteel, jongens. Geen zorgen. Maar het werd even brutaal Nederlands woord voor interrupt. Verstoord. Ik ben een nerd, soms ken ik Nederlands niet. Oké, en dan nu is het tijd om die beesten even bij elkaar te rapen. Waar zijn jullie? Ja, jullie zijn hier. Hoe ga ik dat doen? Ik denk gewoon vanaf hier de lava in. Letterlijk zoals dit. Oh, dit vind ik helemaal niet leuk om te doen. Ik ben het hier helemaal niet mee eens. Hallo jongens. Ik kom even één van jullie lenen, als jullie het niet erg vinden. Zadel, ik erop en lopen. Kan je er ook af van waar je nu op staat? Oh mijn god. Ah! Ik wist het, ik wist het, ik wist het. Ik wist het! Nee! 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 De netherin. Terug naar huis. Nee! Naar huis! Schiet op! Oh, hier stopt het vuur sneller. Hier stopt het vuur sneller. Alsjeblieft, stop. Oh, ik wist dat dat fout ging. Ik dacht ik van hem af ging. We gaan het nog een keer proberen. Kijk, wat we gaan doen, is we gaan er een beetje omheen bouwen en inbouwen. Zodat het zeg maar minder snel, heel snel fout gaat. Kijk, een probleem waar ik tegenaan loop is, waarom sta jij op hem? Wat voegt dat toe voor jou, dit? Moet die onderste dan killen? Maar dat vind ik zielig. Het zijn vriendjes van elkaar. Kijk, daar is er eentje alleen. Kan ik jou... Oh, nee. Oh... Kan ik dat zadel nog terugkrijgen? Of is dat zadel nu gewoon voor jou? Oké, jongens. Jullie kijken gewoon naar mij. Jullie zien de game niet. Het geluid dat jullie nu horen, let daar niet op. Let niet op dit geluid. Het is niks aan de hand. Hey, zijn vriendje onder me is ineens verdwenen. Wat een toeval. Oké, dan gaan we op jou zitten. Dat doe je toch met de wortel? Oh mijn god, dat doe je niet met de wortel. Wat ben ik een downie. Oh, wat ben ik een ongelofelijke downie. Dat doe je met zo... Oh. Oh, dat doe je met zo'n een paddenstoeltje. Waarschijnlijk hoeft dus zijn vriendje eronder helemaal niet dood. Had hij er wel gewoon vanaf kunnen lopen. Oh. Jullie hebben dit waarschijnlijk al een reactie zonder Joker achtergelaten. Maar oh mijn god, het spijt me echt waar. Dat je vriendje hiervoor moest sterven. Ik bedoel, moest vluchten. Hij is niet gestorven. Hij leeft nog. Hij moest gewoon heel... Hij moest ineens gaan. Dat is er gebeurd, echt waar. Hoe kan ik ook denken dat dat ding een wortel lekker gaat vinden? Hé, wat vliegt daar? Hé, dat is Floor. Of niet? Ja, dat is Floor. Floor vliegt echt eruit. Breekt de nek tegen haar eigen huis. Oh, wat ben ik ook niet slim weer. Hey, heb ik überhaupt wel zo'n stomme paddenstoel? Volgens mij niet eens. Deze heb ik nodig. Warped fungus on a stick. Ah, ik voel me zo dom. Ik voel me zo ontzettend dom. Frank, niks tegen de anderen zeggen. Dit is niet gebeurd, oké? Okay? Dit is niet gebeurd. Ik heb een nieuwe fishing rod nodig. Hier gaan we opnieuw disenchanten zo. Dan gaan we naar de nether en halen we zo'n ding op en dan is het zover. Ja, we hebben er één.
Oh, hè? Oké, en aan de eerste beste paddenstoel die we vinden, die trekken we uit de grond. Die rammen we op die fishingrod. En dat is klaar. Frederik ook weer blij. En dan zeg ik gewoon dat dat de snor is. Dan doen we gewoon alsof dat de snor is. Hier, kijk. 1 en 2. Zo, hè? Nu snel terugvliegen. Hopelijk kunnen we dat ding nog vinden, anders moet ik weer een nieuw zadel halen. Dan stikt Frederik er maar in, hoor. Ik heb een lekker dingetje voor je. Ja, kijk, daar gaan we. Hè? Over lava is hij het snelst. Kan hij ook klimmen, is de vraag. Of springen? Nee, maar hij kan... Oh, hij kan wel dit opklimmen. Oké, dan gaan we nu langzaam naar huis. Oh, daar heb je hem. Frederik! Frederik! Achter je. Achter je. Kijk eens wie ik gevonden heb. Kijk, ik heb zelfs een nieuwe stok voor je gemaakt. Maar dit is hem. Ik heb hem alleen... Je moet even jouw eigen zadel weer op zijn rug doen. Ik heb een nieuw zadel op hem moeten doen. Weet je waar hij heen was? Nou. Hij was naar de Nether. Hij had het koud, je ziet het, hij zit te bibberen. Wacht even, wacht even. Auw. En? Mijn neus doet pijn. Ja, dat snap ik als je zo hard gaat snuiven. Is het hem? Het is hem, hè. Hij is traag. Hoezo, hij is traag? Hier, kijk, daar gaat hij al, gaat oh, al sneller. Hij gaat in galop. Ja, daarom. Geen zorgen. Oh, oh, oh. Zet hem lekker bij je huisje, Win. Dat is wel goed zo, hè. Snor weer voor je gevonden, dan zit het weer goed tussen ons. Nou ja, weet je, moment. Even wacht hoor, ik zet hem even terug. Zo. Ik wil je bedanken. Ja? Voor deze mooie kans. Mhm. En ik vind het erg fijn dat je dit voor me hebt gedaan. Oké. Okay. Dat je het geprobeerd hebt allemaal voor me te regelen. Natuurlijk, wij zijn eerlijk tegen elkaar toch? Ik kan verwachten dat jij eerlijk bent tegen mij. Fijn, inderdaad. Dus bedankt voor deze nepsnor. Hoezo nepsnor? Hij ruikt niet net als snor. Dat weet jij ook. Snor heeft maar één bepaalde geur. Die herken ik uit duizenden. En dat is niet deze geur. Maar, ik accepteer het. Ik accepteer jou ook voor wie je bent. En ik hoop jij mij ook. Ik wens jou een fijne nacht. En daarom ga ik nou gras maaien. En dan ga ik lekker... Jezus, het is alweer 6:00. Goed. Jongens. Ja, het is altijd 6:00. Oh, je bent alweer... Echt? Wat ben je allemaal doen? Kijk, daar gaat hij weer, jongens. Let op, hè. 1 en 2. Hoppa, dan gaat hij zijn lap in. En hij is weg. Nou, jongens, dat was Frederik. Hij heeft het wel door dat het een neppert is, maar hij accepteert het. Een beetje gek, maar prima. Wat ik gelijk even wilde checken. We liepen langs Jason de Mason's huis, maar ik ben helemaal vergeten wat voor villetje dat is, wat hij allemaal doet. Het is een mason, maar wat krijg ik van hem? Hé, waarom staat hier redstone? Wat is dit? Huh? Wat is dit? Huh? Waar ben ik beland? Wat is dit voor kas? Waar gaat het helemaal heen? Wiet. Er is een wietplantage hieronder. Ik ga maar snel weg. Er is een wietplantage. Oké, nee, dat vind ik gek. Laten we dat laten we nog maar heel even voor met rust, jongens. Dat is iets voor de volgende aflevering. Volgens mij was dat een wietplantage daar onder mijn beest. Dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Oké, kwarts, kwarts, kwarts. Terracotta. Steen voor emeralds. Eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Het klei is op zich wel leuk. Daar kan ik wel wat emeralds voor krijgen. Dus ja, ga ik onthouden. Jij bent dus wel een goede guy om emeralds voor te kweken. Het is inderdaad altijd 6:00 in content van, jongens. Floor heeft dit druk aan haar huisje verder gebouwd. Ze gaat hem nu lekker afbouwen. Dus bij deze laat ik jullie haar mooie timelapse zien. Het huis is niet helemaal af. Maar meer tijd was er niet om deze timelapse te maken. Omdat ik dan tegelijkertijd met Floor online moet zijn. Heel veel gedoe. Dus veel plezier met kijken naar deze timelapse.
Dat was toch wel een prachtje weer, hè, jongens. Dat zag er toch wel weer hartstikke goed uit. Die mooie timelapse van haar. Kijk, zoals je kan zien is het van binnen ook echt al groot. En wat ik hiervan wilde maken, jongens, daar mogen jullie mee stemmen. Zo, nou, wederom even de Discord. Linkje staat in de beschrijving. Daar kan je stemmen. Wat gaan we in dit huis bouwen? Rijtjeshuis, dus meerdere woningen. Een bank. Het liefst wil ik echt een bank hebben waar we geld op kunnen slaan. Dan kan ik hier allemaal waardevolle spullen opslaan. Een gevangenis voor Floor alleen. Ja, Floor. Shift als je dat wilt. Ja, nee, laat even weten wat het... Het kunnen meerdere dingen worden. Oh, ik kijk boven mijn kamer. Wat is het nou? Ik kijk daarheen. Zou ik daarheen moeten kijken? Heb ik nog nooit gehad. Maar stem even wat dit moet worden. Het kan echt van alles worden. Het ziet er in ieder geval echt heel leuk uit hier binnen al. Gewoon als in de kamerindeling. Het gebouw van buiten ziet er leuk uit. Het is ruim. Het is heel ruim. Dus dat is een goede toeje. Jongens, dat is hier nog verder ingestort. Vorige keer kon ik er nog een beetje doorheen kijken. Maar ik ga het met mijn hoofd ook zo doen. Maar nu kan ik er echt helemaal niet meer doorheen kijken. Dus ik denk dat ik in een van de aankomende afleveringen hier naar binnen wil. Ik gewoon even wil doorgraven. Even wil kijken. Wat is er gaande? Waarom is die grot zo gevaarlijk? Waarom stort die telkens in? Want terwijl de hele mysteries omtrent de villages gaande is, gebeuren er ook nog steeds andere gekke dingen. Een wietplantage, de grotten die instorten. Frederik, zijn lab. Wat gebeurt er allemaal? En in de tussentijd, terwijl dat allemaal gebeurt, ben ik gewoon lekker rustig bezig met mijn kasteeltje. Lekker dingen aan het bouwen, alsof er helemaal niks aan de hand is. Maar laat ik even laten zien, hele goeie, wat ik nou gedaan heb hier, jongens. Want ik heb hier deze ruimte gemaakt. Nou, lekker vierkant, lekker simpel. De gang hier is ook dan onderdicht, zoals je kan zien. Dan heb je, als je vanaf hier kijkt, hierboven heb je het gangpad wat is verlengd. Die liep eerst helemaal daarheen. Maar die heb ik nu hier naartoe laten lopen. Dan moet ik hier alleen nog even een gat maken in de toren. Maar dat komt allemaal nog wel. Maar kijk, dit ziet er toch leuk uit. Dan heb je hier gewoon uitzicht naar de tuin en weet ik wat allemaal. En dan hier naar rechts is de bibliotheek voor jullie oriëntatie, als je het oude kasteel een beetje kent. En dan... Kijk, dan heb je dit zo. Dan hier kom je in nog een ruimte. Nou, hartstikke leuk. Moet ik even nog een beetje belichten. Kan het niet zo onbelicht laten. Dan spannen er nog monsters en weet ik wat allemaal. Nou, hier kom je weer in een grote hal terecht. Op een hogere verdieping. Dan hier kom je allemaal op het plein terecht. En dan... Het plein, ja, wat is het? Een terras of zo? Waardoor je in deze gang terechtkomt. En dan kom je hier bij de chessroom uit. Nou, in principe is het allemaal niet zo heel bijzonder, weet je. Het is gewoon redelijk simpel. Het moet allemaal nog ingericht worden. De kamers hier, zoals dit grote open gedeelte. Het moet allemaal nog netjes afgewekt worden. De stucadoor moet nog langskomen. Zo, nee. Zo voelt het al. Een beetje. En dan hierboven het dakterras. Het is nog lang niet klaar, want ik wil hier op het terras hier wil ik nog een hogere verdieping maken. En ik wil dit natuurlijk nog dichtmaken. En hier moet nog van alles komen. Er is nog zoveel om te doen. Wel blijven ademen tijdens het praten, Max. Maar goed, ik heb niet zoveel tijd om deze aflevering nog af te maken, jongens. Dus bij deze ga ik hem afsluiten. Ik hoop dat hij lang genoeg is. Soms heb ik meer tijd, soms heb ik minder tijd. Het verschilt altijd een beetje. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Like zeker eventjes als je dat nog niet hebt gedaan. We gingen voor, wat is het, 3000? Nee, 6000 likes. Jemig. En abonneer eventjes. Kijk nu lekker deze video. Dit is het vorige content veendeel. Heb je hem nou gemist? Kijk hem dan. Ben je helemaal up-to-date? Weet je precies waar het over gaat? Nu spreken we laat glaasje water. Tot de volgende keer.